In de vorige video zagen we dat de zelfstandigheid en de privileges van de steden in de Nederlanden steeds meer onder druk kwamen te staan door de centralisatiepolitiek van de Bourgondiërs. En de Bourgondiërs worden in de Nederlanden opgevolgd door de Habsburgers, maar die centralisatiepolitiek blijft bestaan. En dat zullen we in deze video gaan zien. Ja, want dat Bourgondische rijk dat komt in de handen van de Habsburgers als Maria van Bourgondië trouwt met Maximiliaan van Habsburg en zij een kind krijgen en dat is deze Karel die we hier zien en die erft eigenlijk al die bezittingen en dat leidt uiteindelijk tot een groot Habsburgs rijk in Europa dat je hier op dit kaartje rechts ziet. Al die Oranje gebieden en ook dat lichtgele Duitse rijk dat valt allemaal onder dat Habsburgs rijk. En als Karel net voor zijn dood dat Habsburgse Rijk uh, voor een deel afstaat aan zijn broer en dat worden de Oostenrijkse Habsburgers en voor een deel aan zijn zoon Philips II en dat worden de Spaanse Habsburgers. Dan zie je dat uh, de Nederlanden voortaan onder de Spaanse Habsburgers vallen en dat Philips II dus de baas is. En Philips II gaat verder in de Nederlanden waar Karel V gebleven was en dat was ook iets waar de Burgondische hertogen mee bezig waren geweest, namelijk centraliseren. Dat zetten die Habsburgers dus allemaal voort. En dat zorgde dus ook voor dat net als die Bourgondische hertogen, ook Karel V en Philips II botsen met het particularisme en de zelfstandigheid van de steden in de Nederlanden. Maar dat is niet het enige probleem voor de Habsburgers. Er is ook nog een ander probleem, namelijk de opkomst van het protestantisme. Maarten Luther is een Duitse monnik, die leeft in de tijd dat uh, Karel V uh, de keizer was over het Duitse Rijk. En Maarten Luther was dus een onderdaan van Karel V. En Karel V was een trouw katholiek. Maar Maarten Luther gaat steeds meer kritiek uiten op de gang van zaken binnen de katholieke kerk. Hij gelooft heel erg in God en hij gelooft heel erg in de Bijbel, maar hij ziet allerlei zaken in de praktijk van de Katholieke Kerk waar hij zich niet in kan vinden. En dan gaat het met name over roem, rijkdom en macht, waar de geestelijkheid mee bezig is en allemaal zaken die bij het geloof bedacht zijn, die volgens hem niets met het geloof te maken hebben. Hij vraagt zich bijvoorbeeld af waarom de paus een eigen leger heeft en een eigen staat, waarom hij zich überhaupt als geestelijk leider met die wereldlijke zaken bezighoudt. En waarom je ziet dat uh, de kerk heel erg bezig is met het vergaren van inkomsten. En dat er, dat er uh, gigantisch grote bischoppelijke paleizen en dergelijke worden gebouwd. En wat hij helemaal erg vindt is dat uh, gelovigen in de 15e en 16e eeuw steeds vaker aflaten. Oftewel een vergeving van hun zonde kunnen kopen. Hè, door gewoon geld te geven en niet door bijvoorbeeld goede werken te doen. Of te bidden of op te gaan. Dat is hem echt een doorn in het oog. En volgens Maarten Luther weten gewoon steeds minder geestelijke eigenlijk iets af van het geloof en wat er in de Bijbel staat. En zijn ze ook veel te veel bezig met leven in luxe en dergelijke. En Maarten Luther vraagt zich dan ook af wat een gewone gelovige nodig heeft om uiteindelijk in de hemel terecht te komen. En volgens hem is dat dus uh, niet uh, die geestelijkheid. Gaat dat niet via de geestelijke? En dat is al de claim die de katholieke kerk had uh, gelegd op het geloof. Hè? Die die had altijd gezegd van nee, jij, jij gewone gelovige, je hebt ons nodig. Om uiteindelijk tot God te komen. En Luther zegt: nee, dat hoeft allemaal niet. En er hoeven ook geen reliquieën overblijfselen van uh, geestelijke en zo uh, vereerd te worden. Uh, er hoeven ook geen katholieke erediensten gehouden te worden. Het is allemaal bijgeloofd, er staat allemaal niks van in de Bijbel. Het is er allemaal bij bedacht. Want het enige wat je dus nodig hebt. als goede gelovige. is die Bijbel. Dat is Gods woord, alleen die Bijbel is nodig en daarom uh, moet die ook in de volkstaal worden verspreid. En niet alleen in de taal van de kerk, het Latijn, de taal van de geestelijkheid. Een gewone gelovige moet zelf die Bijbel kunnen begrijpen. Nou, en die kritiek van Luther die leidt uiteindelijk tot de scheuring in de christelijke kerk in West-Europa. Die valt uiteen in een katholiek christendom en in een protestants christendom. En op het kaartje hier rechts zie je een beetje hoe dat zo verdeeld raakt over Europa. En dan zien we bijvoorbeeld ook nog andere hervormers. Zwingli zien we er staan in Zwitserland. En in Frankrijk zien we Johannes Calvin staan. En uiteindelijk zal in de Nederlanden de kerkenvormer Calvin dan ook meer aanhangers krijgen dan Luther. Maar goed, Luther is er vooral in de tijd van Karel V. En die is heel erg bezig met het vervolgen van die Lutheranen. Uh, de Calvinisten die komen heel erg opzetten in de tijd van Philips II in de Nederlanden. Maar goed, uh, of ze nou Lutheraans of Calvinistisch zijn, Karel de Vijfde en Philips II hebben allebei een hekel. Die zijn allebei vurig katholiek, werken heel veel samen met de boouis. En die proberen dan ook om dat protestantse christendom om dat uit te roeien in de Nederlanden. En dat wordt dus ook een onderdeel van hun centralisatiepolitiek. In hun ogen moet er maar één centraal geloof zijn: het katholieke christelijke geloof. Ja, en ze dringen het protestantisme, dat met name in de steden ook voorkomt, dus ook heel erg terug, door uh, bijvoorbeeld boetes uit te schrijven, door, door mensen op te pakken, door ze terecht te stellen, zoals we hier ook zien op deze afbeelding. En ja, veel steden die weten niet wat ze daarmee moeten, die twijfelen of dat wel zo nuttig is. Hè? Waarom, waarom moeten mensen zo streng uh, vervolgd worden en waarom moeten wij onze eigen burgers oppakken? Mogen we daar zelf niet over beslissen? Want dat is ook een aantasting van onze privileges. Ja, en zo zie je dus dat door die centralisatiepolitiek, eerst op bestuursgebied, maar nu dus ook op religieus gebied, de onvrede in de Nederlanden en in de Nederlandse steden steeds verder toe gaat nemen.